Ja, ik ben 49. Ik ben in 92 naar Barcelona geweest. In de Europe, eenmansboot. En wat was je resultaat daar? Ik was zevende. Ja. Oh, dan heb je net het diploma misgelopen. Oh, die heb je wel. Oké. Nou, hangt die ergens mooi aan de muur? Ja, thuis. In de lijst. Ja. En hoe vind je het hier? Heb je al een rondje gelopen? Mooi, ja. Echt, het was ook spectaculair. Ik heb de finish dan even gezien bij iemand aan boord. En ja. Het was zo spectaculair. Het was echt een happening. Vaar je zelf nog wel? Ik pak af en toe wel eens een lasertje. En we hebben een grote boot, dus we varen ook af en toe wel eens een wedstrijdje op zee. En heb je kinderen? Die varen allebei, voeren ze laser. Eentje vaart nog steeds en die wil ook de grote boot overstap maken. Dus, wie weet. En die andere die is aan het golfsurf trainer aan het zijn, dus hier op Scheveningen. En zijn ze ook hier al geweest? Dus de eentje bij me mee nu. Dus die gaat straks ook op het schip, op de Brunel kijken. En die andere niet, die kon er één meenemen. Dus, Superleuk dat ze... De dag in Scheveningen, dus die zit op het strand. Dus die ziet ook van alles. Ja, ik was gisteren hier met mijn dochter. Voor kinderen is er ook super veel te doen van alle leeftijden. Ja, wel 18 en 19, dus okay. Ja. En hebben ze al een bekende zeiler ontmoet? Of heeft hij al? Ik of dit? Nee, volgens mij nog niet. Nee. Oké, nou, dan lopen er hier genoeg rond, volgens mij. Straks misschien. Ja, daar hebben ze toch een hele bekende gezien. Ja, heel veel plezier nog vandaag. En ga lekker rondlopen en genieten. Ja. Dankjewel.